Waarom werd juist een mislukte revolutie een inspiratiebron voor socialisten, communisten en pacifisten? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is de Internationale. Ik ben wel benieuwd wie van jullie heeft hem herkend. Ja, een, een enkel ouder gezicht, mag ik dat zeggen? Um, ook al in vergetelheid geraakt, uh, toch een wereldberoemd lied. Gezongen inmiddels door in meer dan 140 talen, dus echt een wereldwijd lied. En in de hele 20ste eeuw de herkenningsmelodie van de Internationale Socialistische Arbeidersbeweging. Een lied dat vanaf 1900 echt de wereld veroverd. Um, ook in Nederlandse vertaling, he, ontwaakt, verworpenen, der aarde, beschikbaar is. Um, en dat lied uh, heeft eigenlijk socialisten van alle smaken uh, met elkaar verbonden. Sociaal-democraten zingen het, communisten. Na de Oktoberrevolutie in 1917 in de Sovjet-Unie wordt het uh, het volkslied van de nieuwe Sovjet-Republiek. Het wordt nog steeds gezongen op congressen bijvoorbeeld van de Partij van de Arbeid. Die zingen overigens wel een gekuiste versie waar het revolutionaire couplet een beetje uit is weggemoffeld. En daar hebben ze natuurlijk voorkomen gelijk in. Waar komt het lied nou vandaan? Het is geschreven door een Fransman. Het was oorspronkelijk een Frans gedicht, Eugène Poitiers. U ziet hem hier en op de achtergrond ziet u in wat voor omstandigheden hij het lied schreef. Hij schreef dat in de bloedweek van mei 1871. Parijs. De revolutionaire hoofdstad lag op dat moment volledig in puin. De helft van de stad stond in brand, grote delen van de stad waren door bombardementen met artillerie vernietigd en op alle straathoeken van Parijs vonden massa-executies plaats. Het Franse leger was de stad binnengetrokken om een revolutie de kop in te drukken en heel Parijs veranderde in een grote slagerij. De bloedweek van mei. En Poitier was betrokken geweest bij de revolutie, die op dat moment de kop wordt ingedrukt. Hij was een van de leidende figuren. En in zijn, op zijn onderduikadres, in een zolder in die brandende stad, onder het geluid van de massa-executies, schrijft hij de Internationale. En de eerste generatie socialisten wisten dat ook. Die wisten, wanneer ze dat lied zongen, onder welke omstandigheden het lied tot stand was gekomen. Dus daar zat al meteen een heel stuk drama in. En een dramatisch moment was het. Het ging hier om een revolutie die enorm veel hoop had gegenereerd en vervolgens in een diep drama eindigt. Um, het was een volkomen mislukte revolutie. De, de opstandelingen worden vernietigend verslagen, maar de herinnering aan die revolutie, aan die mislukte revolutie, die wordt bewaard. Juist na 1871 zie je wereldwijd, vooral in Europa, maar later ook elders, een socialistische arbeidersbeweging tot stand komen. Die begint op datzelfde moment te groeien en die begint dus eigenlijk vanuit een fiasco, vanuit een mislukking. Ik ga vandaag twee onderwerpen behandelen. Hoe gewelddadig was die revolutie in Parijs nou er werkelijk? En hoe heeft die gewelddadige revolutie het denken van socialisten in de decennia daarna beïnvloed? En ik heb sterk de indruk dat sommigen van u vooraf niet veel wisten over de Commune van Parijs, dat het niet een levend stuk geschiedenis is. Um, en dat is eigenlijk heel erg vreemd. In 1871 is het uitbreken van de Commune. Is echt een, een moment dat de wereldopinie schokt. Je ziet kranten over de hele wereld: New York, Chicago, Londen, Amsterdam, Den Haag. De hele wereld is geschrokken van wat daar gebeurt. Wat gebeurt er in uh, 1871 is Frankrijk zojuist vernietigend verslagen door Duitsland. De Frans-Duitse oorlog in 1870 uitgebroken loopt uit op een Franse nederlaag. En dat schept een heleboel ongenoegen onder de bevolking, met name in Parijs, dat zich verraden voelt door de eigen regering. En op 18 maart 1871 komen Parijse arbeiders, huisvrouwen. De bewapende militie van de Volkswijken komt in opstand tegen de eigen regering. En het mooie is dat dat eigenlijk vrij bloedeloos gaat, want de regering raakt in paniek, verlaat de eigen hoofdstad, vlucht met zijn ambtenaren en politieagenten naar Versailles, iets buiten Parijs. En de stad Parijs, een van de grootste steden ter wereld, is vanaf dat moment in handen van de arbeidersbevolking. Bewapende arbeiders lopen in eigen uniformen door de, door de straten van Parijs. En de burgerij raakt in paniek, want die commune brengt nieuwe groepen naar voren. Laat ze meepraten over het beleid. Werklieden, arbeiders die vroeger geen eens stemrecht hadden, zitten nu opeens in die revolutionaire gemeenteraad, de commune. Vrouwen mogen opeens mee gaan praten over politiek. Krankzinnig concept, maar in de commune kan het. Dat duurt 72 dagen. Ik zei het al, dat zijn 10 weken. Laat het even tot je doordringen. Van 18 maart tot 28 mei. Een korte lente van revolutionaire hoop. En die eindigt in de bloedweek van mei. Met in totaal, naar schatting, 20.000 doden. Hoe gewelddadig was die revolutie zelf? Um, op de eerste dag gaat er iets mis. Het leger wordt op Parijs afgestuurd. En generaals die met die legertroepen optrekken geven bevel om te vuren op arbeiders en huisvrouwen die op Montmartre staan te demonstreren. Die soldaten weigeren dat, uh, weigeren dat bevel om te vuren, keren in plaats daarvan, keren ze zich tegen hun generaals. En twee van die generaals, generaals Lecomte Comte en Clement Thomas, worden op de Butte Montmartre, die hoge berg in het noordoosten van Parijs, worden uh, het noordwesten van Parijs, worden doodgeschoten. En daar is een mooi filmpje van. U ziet hier een dramatisch moment. Het is ook bijzonder goed geacteerd. Hartstikke dood. Dit filmpje is gemaakt in 1914 en dat is heel bijzonder. Dat is heel vroeg in de geschiedenis van de film. En wat nog bijzonderder is, is dat het gemaakt is door een groepje anarchisten in Parijs. Ook weer buitenlanders, er zit een Spanjaard bij. Die maken dus in 1914 een speelfilm, de eerste anarchistische speelfilm uit de geschiedenis. En ze zoeken naar een onderwerp, en wat wordt het onderwerp? De Commune van Parijs. Op het moment dat het nieuws bekend wordt van de executie van die twee generaals, vlucht de regering, vlucht ook het restant van het leger naar Versailles, is Parijs in handen van de revolutie. De stad raakt gevuld met barricaden, waar al die mensen op poseren met rode vlaggen. Het Hotel de Ville, het gemeentehuis van Parijs, krijgt ook een rode vlag in top en 72 dagen lang wordt er geëxperimenteerd met allerlei vormen van basisdemocratie. Socialisering van de productiemiddelen. Er wordt dus gezocht naar een nieuwe samenleving. Tegelijkertijd ontbrandt er al heel snel, al begin april, een burgeroorlog met de regering in Versailles. En eigenlijk is vanuit Parijs geredeneerd die revolutie relatief bloedeloos. Naast de executie van de twee generaals, een enkele aartsbisschop en nog een handjevol politieagenten en geestelijken, pleegt de commune verrassend weinig misdaden. Zeker als je het vergelijkt met eerdere revoluties in Frankrijk. De guillotine, het revolutionaire executieapparaat hè, uit de Franse geschiedenis... ...de guillotine wordt door de commune niet gebruikt, maar die wordt publiekelijk in brand gestoken. De commune wil dat geweld niet langer toepassen. Tegenstanders worden in de stad ongemoeid gelaten. Als de commune geweld gebruikt, is dat heel vaak ge gericht tegen materie. Er worden allerlei monumenten afgebroken. Een beroemd voorbeeld is de zuil ter ere van de grote Napoleon op de Place van Doom. Die kent u misschien ook van een eerder bezoek, want hij staat er weer. Maar de commune heeft hem tijdelijk omvergehaald. Het groot vertoon, er kwamen tienduizenden mensen kijken, er schijnt zelfs een dode te zijn gevallen door het vallend puin. Maar die zuil was een eerbetoon aan een generaal, aan Napoleon, en daarmee een soort verheerlijking van oorlogsgeweld. Dat wilde de commune niet langer in de eigen stad hebben, dus die zuil werd omvergehaald. Dat soort politiek vandalisme is bij uitstek geschikt om de burgerij kwaad te krijgen. Want de kapitalistenklasse vindt beschadiging van onroerend goed heel veel erger dan menselijk leed. Althans, dat is de verklaring die Marx achteraf geeft voor het feit dat iedereen zo boos is over dit moment. In de socialistische herdenkingscultuur staat niet het eigen geweld, niet die executie centraal, maar juist het slachtofferschap. Er ontstaat een complete martelarencultus rondom de dode revolutionaire van 1871. En de, de centrale herdenkingsplaats is een plaquette aan de muur van de begraafplaats Père Lachaise, de grote begraafplaats van Parijs. Een plek waar de laatste gevechten zouden hebben plaatsgevonden, een muur waar de laatste. Communiaars tegen zouden zijn geëxecuteerd. En ook de plek waarin de jaren daarna alle herdenkingen, alle herdenkingsstoeten naartoe gingen. Tot op de dag van vandaag. Een van de belangrijke gevolgen van die, dat her, voortdurend herdenken van de commune is dat als socialisten het met elkaar oneens zijn, dat ze hun argumenten heel vaak aan de commune ontlenen. En socialisten zijn het heel vaak met elkaar oneens. Als je twee socialisten bij elkaar zet, heb je een partij. Als je drie socialisten bij elkaar zet, heb je een partijscheuring. En bij al die scheuringen in eigen kring wordt steeds verwezen naar de commune. Um, een van de eerste grote splitsingen vindt plaats rond 1900, juist als dat lied de internationale gezongen begint te worden. En het paradoxale is dat dan die nieuwe richting van gematigde sociaaldemocraten, dat die zweert het geweld af. Die wijst naar de commune en zegt: kijk, dat liep uit op een nederlaag en een bloedbad. Dat willen we niet langer. We gaan voortaan het socialisme via het parlement proberen te bereiken. In Nederland is Willem Drees natuurlijk een bekende late vertegenwoordiging van die. Richting, onze minister-president na de Tweede Wereldoorlog. Deze sociaaldemocraten zweren het geweld af, krijgen in ruil daarvoor regeringsverantwoordelijkheid. En worden dan paradoxaal genoeg verantwoordelijk voor staatsgeweld. Willem Drees was ook onze premier in de tijd dat wij een behoorlijk vuile oorlog in Indonesië uitvochten. Dus om geweld, door geweld af te zweren worden ze medeplichtig aan staatsgeweld. Een heel ander antwoord hadden de Bolsheviken, de communisten onder leiding van Lenin. Als Lenin in 1917 in Rusland de revolutie uitroept, zegt hij bijvoorbeeld dat hij de lessen van de commune heeft geleerd. Wat is de les van de commune? De commune is veel te zachtzinnig geweest tegen zijn tegenstanders, heeft veel te weinig tegenstanders geëxecuteerd. En Lenin belooft dat hij die fout niet gaat maken. En na Lenin doen Stalin en Mao in de Sovjet-Unie en in China hetzelfde. Miljoenen doden met een verwijzing naar de nederlaag van de commune. Dat laten we ons niet nog een keer gebeuren. Een laatste variant van het socialisme. We hebben nu de sociaaldemocraten gezien, de communisten. Een laatste variant zijn de anarchisten. Altijd de meest interessante uh, soort socialisten naar mijn idee. Uh, die zijn in de jaren 1890 actief in de vorm van anarchistische. Terroristische aanslagen. Er worden bommen gegooid in het Franse parlement, in volle restaurants, uh, in de huizen van rechters. En die bommen worden steeds gerechtvaardigd met het bloedvergieten van 1871. Jullie misdaden zijn veel groter dan dat ene simpele bommetje van ons. De anarchisten van de daad, dit soort terrorisme, is niet, uh, dat is een minderheid in de anarchistische beweging. Een groot deel van de anarchistische beweging is geweldloos en zelfs principieel geweldloos. En interessant is dat um, de, een van de eerste die die theorie van het geweldloos verzet ontwikkelt, een oud-communiaar is. Ferdinand Gambon overleeft de bloedweek, wijkt uit naar Zwitserland en publiceert daar al een jaar na de revolutie een brochure over La dernière révolution, de laatste revolutie. En daarin ontwikkelt hij een plan voor een revolutie die kan slagen zonder geweld te gebruiken. We moeten massaal dienst weigeren. We moeten stoppen met belasting betalen en we moeten in algemene zin stoppen met gehoorzamen. Absolute algemene ongehoorzaamheid, eindigend in een algemene werkstaking. En dat zal de manier zijn om het kapitaal zonder bloedvergieten op de knieën te krijgen. Wel interessant, dit is een soort actierepertoire: het burgerlijke ongehoorzaamheid, geweldloos verzet, die in de 20 e eeuw ook enorm veel opgang zal maken. Jullie kennen allemaal de naam van Gandhi. Die toch het Britse imperium aan stukken heeft weten te scheuren. door principieel geen geweld te gebruiken. Martin Luther King in de Verenigde Staten in de burgerrechtenbeweging. Principieel geweldloos, maar met een enorme impact. En uh, historische momenten als bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur, de Arabische Lente, de Occupy-beweging en zelfs uh, vorig jaar onze eigen maagdenhuisbezetting, laten zien hoe je met geweldloos verzet de publieke opinie kunt bewerken. En uiteindelijk, als die vorm massaal genoeg gedeeld wordt, dat je ook een enorme impact kunt hebben. Goed, dat herdenken van het geweld heeft dus enerzijds socialisten aan elkaar gebonden, over de grenzen heen, ook over de generaties heen. Het heeft een gevoel van lotsverbondenheid geschapen, het heeft mensen geïnspireerd tot nieuwe politieke activiteit. En het heeft socialisten voortdurend onderling verdeeld. De vraag of geweld nuttig is. Of je het moet gebruiken, houdt socialisten, communisten, anarchisten van alle smaken voortdurend onderling in debat en verdeeld. En dat debat is niet afgelopen, dat zal ook pas afgesloten worden op de dag dat die wereldrevolutie van Marx definitief heeft gezegenvierd. Wil je meer weten over het thema geweld? Bekijk dan een van de andere colleges uit dit thema.